bedoeling was van Rijken. En voor de eerste keer club in balbezit via Keulemans. Lange bal richting Papin. Met hoofd van den Berg, de mol. Bal kwijt aan Keulemans. Olsen valt niet aan, wijkt. Schot van Keulemans. Redding Keulemans. Verkouteren achter de bal, maar ook Van der Rijken zelf wordt Verkouteren. Hoofd van Keulemans. En de mol. Olsen. Dat in ieder geval moest en moet scoren hier op Club Brugge om nog een kans te maken op de titel. De mol even weg van Keulemans. Keulemans met een verdedigende topen. Kroos tot bij Keulemans. Wellens. Bal te ver van de voet. Schiffo. En Keulemans, daar zit wat in. Hier aan de rechterkant. Bij is helemaal vrij. Aan de tweede paal. Keulemans. Frankie van der Elst. Door Andersen. Verkouteren. Weggekopt door Pijens. En dan Keulemans. Grun, maar die zal het moeilijk hebben tegen Frankie van der Elst. Eerste offensieve actie van der Elst. Keulemans vrij gespeeld daar op de linkerflank in het centrum. Wellens bij de tweede paal. Papin, daar is Wellens. En 2-0. Even kijken. Hoofd van der Rijken. Dan dat van Andersen. Keulemans. Maas. Verkouteren. Voetballend. En op de koop toe een gele kaart wegens protest. Meelbalverlies daarvan van der Rijken die nog gaat protesteren bij Van der Wijngaard. Zal toch zo stilaan moeten beginnen uitkijken voor een tweede gele kaart. Wel eens hier. Werter. Frankie van der Elst. En met de seconde komt de triomf van Club Brugge dichterbij. Verkouteren. Keulemans. Een van de weinige keren dat er 5-6 spelers van Club Brugge zich op de helft van Anderlecht bevinden. Nog minder dan een kwartier, nog 14 minuten. En een tweede wissel bij Club. Mark de Griezen gaat erin komen. Muna. Verrij tot bij Keulemans. Leo van der Elst. Mamadou. Keulemans. Scoren in die laatste minuten. Leo van der Elst bij de ingooi. Kwerter is er intussen niet meer bij. Tegen de paal. Daar komt Anderlecht goed weg. De bond. Onvoldoende uitverdedigd Keulemans. Een invaller. Is pas enkele minuten geleden op het veld gekomen. Die moet dus nog fris zijn. Weet kwalitatief niet hoog staat, was maar wel spannend. Tot de laatste moment. Tot de laatste seconde.